Hoi allemaal, ik ben Tira, nieuwe stagiair van De Naald. En ik ben met Kate samen en wij gaan naar de voorstelling Emma wil leven. Dat is een voorstelling gebaseerd op de documentaire van Emma wil leven. En wij zijn heel erg benieuwd. Dit is nu de try-out. Morgen gaat hij in première. Dus we gaan het zien en we laten jullie zo meer weten. Wij zijn aangekomen in Vlaardingen bij het theater. We hebben alvast een bakje erbij gekregen, dus dat is heel lekker. En dadelijk mogen we ook nog even backstage kijken bij de andere zalen hier zo. Om even een goed beeld te krijgen wat ze hier nou eigenlijk allemaal doen. Superleuk! Weten wat we ervan vinden, maar we moeten nu uitdoen, dus ik hoop zo bij jullie terug. Wij komen net uit de voorstelling en we vonden het altijd heel indrukwekkend. Ik vond het vooral heel mooi gespeeld van degene die het speelde, die stukken, hoe ze zich inleefde, hoe ze echt in de rol zat en de switch die ze maakte met de gedachten die ze had. Ja, en ook het toneelbeeld is onwijs knap, want ze speelt dus helemaal alleen. En haar gedachten nemen het dus steeds van haar over. En dat doet ze door middel van microfoons, die pakt ze steeds en dat zijn dus haar gedachten die je dan hoort. En dat gaat zoals als een weerwar, gaat het op een gegeven moment over het podium heen met alle snoeren. En daar raakt ze in verstrikt en dan gaat het dus mis. En dat had ze ontzettend knap uitgebeeld. Dus het was heel beklemmend. Het was ook af en toe wel dat er even wat lucht in zat. Dus af en toe even die humor die je ook in die documentaire ziet. En ja, we hebben echt naar Emma gekeken, vonden we. Ja, zeker. Het kwam echt heel erg naar voren. Ik heb vanmiddag dan de documentaire nog een keer gekeken. En je ziet echt de dingen die je terugkomen, maar de manier op hoe ze praat, bepaalde dingen. En het is precies hetzelfde. Het is heel knap. Wij gaan zo nog heel eventjes haar complimenten geven, want morgen is ook de première. Dus we gaan er toi-toi-toi wensen en dan zien we haar in maart in De Naald. En zeker een aanrader als je een mooie toneelavond wil hebben die je echt grijpt en echt pakt, dan moet je vooral komen. Ja, zeker. Goedemorgen allemaal, wij zijn er weer. Het is de day after. Gisteren hebben we de voorstelling gehad. En het was heel indrukwekkend. Heel knap gedaan van Lisse. Van degene die het speelde. Heel knap hoe ze tussen de emoties wisselden. Maar het decor zelf was ook heel mooi gemaakt. Dus dat ook weer allemaal was ook weer met elkaar allemaal gecommuniceerd. En had met elkaar te maken. Was heel mooi allemaal. Ja, dus we zijn nog steeds onder de indruk. En zaterdag 16 maart staat de voorstelling Emma wil leven dus hier in De Naald. Waar we dus ontzettend naar uitkijken, want het is gewoon echt een voorstelling die gezien moet worden. Dus echt een aanrader. Daarbij hebben we nog iets heel leuks. We hebben deze gisteren gestrikt. Het boek Emma wil leven. En daar heeft Lisse ook nog iets in geschreven. Dus die gaan we verloten binnenkort op Facebook. Hou dat even in de gaten om daar kans op te maken. En dan gaan wij nu gewoon lekker nagenieten. En we wensen natuurlijk Lisse en sowieso heel Solo Stories heel veel toi 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 voor de première vanavond. Zeker. Tot de volgende keer. Doeg.